Als je mij de opdracht geeft om je bedrijf, je visum en je zakelijke bankrekeningen in de Emiraten te regelen, dan merk je meestal dat ik wel redelijk gas geef. En dat doe ik omdat dat meestal de wens is van jou. Als je eenmaal de beslissing genomen hebt, dan wil je hier ook graag snel starten. Maar dat doe ik ook omdat er gedoe komt als je een te grote hoeveelheid tijd laat verlopen tussen de ene en de andere actie. En ik geef even een voorbeeld. Om hier een bedrijf te mogen hebben en om een visum te mogen aanvragen, moet je een pre-approval hebben gedaan. En dat kost je ongeveer 50 euro. 200 dirham. Die 200 dirham moet je zelf betalen aan de free zone. Daar gaan wij niet tussen zitten. En die is volgens mij zes maanden geldig. Dat is best lang. Maar als je dus zes maanden of meer laat zitten tussen de start van je bedrijf en de aanvraag van je visum, dan krijg je van de free zone het vriendelijke verzoek of je opnieuw je pre-approval wil betalen. Nou gaat het niet om veel geld, maar het is lastig en ja, het is hinderlijk en het is zonde van het geld en ook weer gedoe. Dus dat is de reden dat ik. Toch wel probeer om zoveel mogelijk zaken zo snel mogelijk voor jou voor elkaar te krijgen.